Ik ben hier begonnen als bootman. Ik heb daar een examen voor moeten meedoen. Heb ik daar een maand of 8-9 gedaan. Heb ik een examen assistent verkeersleider meegedaan. Ben ik voor geslaagd. En dan ben ik nu 1 januari begonnen als assistent verkeersleider. Ja, ik vind het een fantastische job. Ja, dat is een job dat eigenlijk, hoe moet ik het zeggen, biedt heel veel afwisseling. Je hebt heel veel sociaal contact omdat je altijd met collega's samenwerkt. En ja, die schepen, hè, dat is fantastisch. Hè. Je staat op een sluis en je ziet daar een schip binnenkomen. Van pak 200 meter, 250 meter, soms 300 meter. En ja, dat is eigenlijk een dravend appartementsblok hè, waar je naar aan het kijken bent. Dat is immens. Dus dat geeft wel heel veel voldoening als je samen met je ploeg dat schip zonder schade en zonder oponthoud in en uit de sluis kunt laten varen. Deze is de Van Kouwelaarsluis. Vroeger werd dat de Kruisgans genoemd. Dat is de binnenvaartsluis van de haven van Antwerpen. Die is 270 meter op 35 meter breed. Die draait eigenlijk constant de hele dag over en weer met binnenschepen. Zoals u ziet liggen er hier nu 4 stuks in. Die gaan elk naar zijn eigen bestemming. Het zegt me minder om zelf op een schip te zitten. Ik ben nogal een huismus. Ik ben graag s'avonds thuis samen met mijn vriendin. Ik ga graag in de week al eens gaan voetballen. Met mijn kameraden iets gaan doen. En dat vind ik op een zeeschip minder terug. Je bent een aantal weken of soms zelfs maanden aan boord. En dat zegt me eigenlijk heel weinig. Ik kan niet echt van huis weg zijn. Mijn ambities in de haven hier zijn vooral mijn job elke dag heel graag blijven doen zoals ik het nu doe. En in de functie van assistent verkeersleider zie ik dat zeker zitten. Ik ben hier nu net begonnen als assistent verkeersleider, dus ik kan dat even allemaal op mij af laten komen. Net zoals ik dat deed toen ik bootman werd. En eens ik mijn job allemaal goed kan, dan kan ik wel bekijken indien ik nog perspectieven heb van die zeker na te streven. Nee meneer, in de geul mag niet gemeerd worden, dus u moet uit de sluisgeul blijven. Ook geen probleem, dankjewel.